Buitenkruid. Naar het gelijknamige boek van Jan Willem van de Wetering. Bewerking Anna Bosman. Regie Bert Dijkstra. Achtste deel. Zo mooi, hè? Wat? Mooi, die zee? Het is hartstikke koud hier. Had je je maar beter moeten aankleden. Ja, moet jij nodig zeggen. De lente is warmer in de stad. Ja, maar we zijn niet in de stad. Wij zijn op zee. Wat? Oh, kijk eens naar die vogels. Schitterend. Oh. Ah, we zullen op het eiland nog veel meer vogels zien. Moet je opletten. Schiermonnikoog is een paradijs voor vogels. Oh. Waarom gaan wij er dan naartoe? Omdat de commissaris naar Curaçao is. Ah, maar Schiermonnikoog, dat is veel mooier. Ja, ik weet het, Ik ben hier anders eerder geweest. Oh ja? Ja, maar toen was het wat warmer. Ergens eind juli, weet je wel. Ik heb er toen met de kinderen gekampeerd. Ja. Jij en kamperen? Ja, schampel lachen. Ik en kamperen, ja. Met z'n vieren in een tent voor twee. Ha, vond je niet leuk? De kinderen vonden het leuk. Nee, maar vond jij het niet leuk? Nee. En waarom niet? Waarom niet? Gewoon. Je weet wat gewoon. Mensen die tot diep in de nacht moeten laten horen dat ze met vakantie zijn, dat bedoel ik. Ah, het is een vaste, heerlijk doodstil. De vakanties zijn nog lang niet begonnen. Nou, dankjewel voor de mededeling hoor. Ja. Maar ik heb het nog steeds hartstikke koud hier. Hey, kijk eens. Land in zicht. Ja. Schiermonnikoog. Ja, Schiermonnikoog. Het begint al te regenen. Nou, laten we dan naar binnen gaan. Oh, nee, dan ga ik helemaal over beton. Waarom heb je nou geen lekkere muts meegenomen? Je ziet er nog steeds uit als een rechercheur. Dat ben ik ook. Maar je hebt het koud en je bent nu geen rechercheur, maar een vogelliefhebber. Nou, vogelliefhebber, meeuwen. Meeuwen ken ik, mooie meeuwen, ja. Ken je eigenlijk nog meer vogels? Ja, zwanen. Nee, die hebben ze hier niet. Wat geeft dat nou, zeg. Er zijn toch genoeg mensen hier op het eiland die iets van vogels weten. We moeten gewoon die gewoon wat laten houden. Hoeren die waren en een paar kreten onthouden. Zo moet je dat doen. Ja, precies. Ja. Piauw! Wat doe je nou? Dat is een taling. Verdomme, de gier. Iedereen kijkt naar ons. Wat? Zie jij wat ik zie, adjudant? Hey, dat is de Jong. Dat is Bart de Jong. Dat is Bart de Jong. Wat doet hij hier? Wat dacht je ervan om het hem te vragen, zeg? Bart de Jong? Hallo, meneer de Jong. Hey, meneer Grijpsta. Meneer de Gier. Meneer de Jong, wat doet u hier? Wat is de wereld toch klein, hè? Ja, zeg maar. Wat een toeval. Zegt u dat wel, maar... Gaat u met vakantie? Is de zaak rond? Ja, wij zijn met vakantie. Ja, wij gaan altijd samen met vakantie, altijd, hè. Ach, we werken altijd samen en een dag zonder elkaar, dat kan eigenlijk niet, hè. Dat kan niet, hè, adjudant. Nou, gefeliciteerd. En, wie is de moordenaar? Welke moordenaar, Bart? De moordenaar van Maria van Buren. Oh, dat is een geheim, Bart. Een groot geheim. Hè, adjudant? Oh, nou, nogmaals gefeliciteerd. Bedankt. Maar zo zie je maar weer, hè. Wat zie je maar weer? Nou, dat de misdaad altijd wordt gestraft. Meneer Grijpstra, wat heb u? Hey, schiet op. Hier, naar de reling. Fruit, schiet. Je kost je helemaal onder. Nee, tegen de wind. Niet tegen de wind. Niet gaan staan. Oh, die arme adjudant. Is hij nog steeds ziek? Nou, dat is zo weer over. Hè. De achterafspanning, hè. Ja. Vertel eens, zeg, wat vaart jou nou naar Schiermonnikoog? Nou, zomaar even eruit, hè. Beetje frisse lucht. Wat tekenen, wat wandelen. Oh, dat is toevallig, hè. Dat jij ook... tekent op Schiermonnikoog. Nou ja, maar het is een mooi eiland. Jazeker, het is een prachtig eiland. Gaat het? Nee. Ken jij iemand op Schiermonnikoog? Ik? Hoezo? Hoezo iemand kennen? Ja, ik zou niet weten wat u bedoelt. Nou, misschien heb je er een kennis zitten of een vriendin. Nee hoor. Denk nou eens goed na, Bart de Jong. Ik mag toch wel naar Schiermonnikoog als ik dat wil. Ja, en ik mag toch wel vragen of je op dat eiland de kennis hebt zitten. Oh, dat is... Jij hebt toch niks te verbergen? Ik verbergen? Hoe zou ik verbergen? Ik heb niks te verbergen. Ik heb u alles verteld wat ik wist.
Ik heb u geholpen. Ik heb de politie geholpen. Voor de politie getekend. Ik heb alles. Ja, en jij hebt mij nog geen antwoord gegeven op een heel simpel vraagje. Dus zal ik je straks, als we aan land zijn, even mee moeten nemen naar een bureau? Tenminste, als ze dat daar hebben. Dat mag u niet. Dat mag je helemaal niet. Oh nee, ik heb jou al gezegd, de politie mag alles. En u hebt vakantie. U hebt vakantie. En u hebt de moordenaar. Wat wil je dan nog van mij? De jong maakt je nou geen zorgen over die vakantie van mij, hè? Jij praat nu of... Ik weet niks. Ik ga alleen even naar meneer... Jij gaat alleen maar even naar meneer IJsbrand Drachtsma. U liegt. Goed, goed. Ik lieg en dan ga jij dus even mee naar het bureau en dan praten we verder. Ik ben een vrij mens. Ja, maar natuurlijk. Jij bent een heel vrij mens. Als je maar wel op me wacht, hè, op de kade. Ik weet niks en ik ga gewoon... Jij gaat gewoon met vakantie, met dit rotweer ga je gewoon wat wandelen en heerlijk in de regen zitten tekenen. Oh, wat een ellende, begeer hier. Hè? Ja, moet je luisteren zeggen, adjudant meneer Bart hier houdt ons de komende dagen een beetje gezelschap. Oh. Wat een verrassing. Ach, adjudant, help me nou toch. Hier, meneer De Gier, die gelooft me niet. Nou, dat kan ik me best voorstellen. U ook al? Ja, ja, ik ook. Ook al ben ik ziek. Bart, ik blijf bij de politie. Nou, zijn we er nou nog niet? Heren, ik kan er niks aan doen. Waar kun je niks aan doen? Nou, ik moet even een boodschap brengen. Naar wie? Dat zeg ik niet. Oh nee, nou, je maakt ons steeds nieuwsgieriger. Ja. Het heeft niks te betekenen. Ik ga alleen maar even een oud horloge terugbrengen. Hoor je dat, Grijpstra? Ja. Bart gaat alleen maar even een oud horloge terugbrengen. Ja. Terugbrengen aan wie, Bart? Naar mevrouw Drachtsma. Naar mevrouw Drachtsma? Van haar kreeg ik een brief met de vraag of ik een grote gouden knol uit de woonboot van Maria van Buren wilde halen. Ze was bang dat het weg zou raken. Straks. Het is een erfstuk. Dus jij bent op de boot geweest? Jij hebt daar ingebroken? Ik ingebroken? Ingebroken? Bij wie? Bij wat? Maria is dood en ik help een aardige mevrouw op Schiermonnikoog. In ieder geval heb jij een strafbaar feit gepleegd, Bart. Die boot is verzegeld, nietwaar? En jij hebt die iets toegeëigend dat niet van jou is. Dat lijkt me voor elke rechter heel simpel. Hé, hey, hey, dat is braak. Nee, van hem is het braak, maar van jou is het inbraak. En hoe ben jij eigenlijk binnengekomen? Door de politie is binnengekomen, door die ruit. Was die dan nog niet gemaakt? Nee, die was nog niet gemaakt. De bovenieden, dat kennen jullie. Moet ik nou nog met jullie mee? Wat doen we, brigadier? Ik zou... Ja, maar ik heb verder niks gedaan. Nee, hij heeft verder niets gedaan. Weet meneer Drachtsma dat je komt? Nee, mevrouw Drachtsma, die hebben ons speciaal bijgezegd dat ik bij de achterdeur moest komen. Nou, dan doe je dat maar, hè? Dan hou je je bek dicht en dan donder je met de volgende boot weer op. En als je weer wat moet doen, Bart, voor de een of andere, dan neem je contact op met mij. Begrepen, hè? Jawel, heren, jawel. Goed zo. Dag, heren. Dag, Bart. Dag, Bart. Breek je nek niet. Zo. Zegt De Gier. We moeten hem in de gaten houden. Precies, Grijpstra. Misschien brengt hij ons op een spoor. Brigadier De Gier. Zo, daar ben ik weer. Zo, jongen. Dit is adjudant Buisman van de Rijkspolitie. Ah, ja. Brigadier De Gier, ik ben blij u eindelijk eens in het echt te zien. Dank u. Ik heb al zoveel over u gehoord toen adjudant Grijpstra je op vakantie was met de kinderen. Dat kan ik me voorstellen. Ja, Grijpstra. Zou je dit even willen passen? Beste kerel, je ziet toch dat ik aan het biljarten ben? Zo. Geef jij een rondje? Pas nou eerst even dat pak. Ik heb in de winkel beloofd dat ik het meteen zou terugbrengen als het niet goed was. Hé, pak van mijn pak. Hier lijkt wel stapel. Gek, jongen, wat moet ik nou met een pak? Was het nou even. Dat doe ik toch niet al, zeg. Je bent er niet gek. Een geel pak. Geel. Je moeder. Grijpstra, zie hier. De gele kakertoe. Doe maar een lol, zeg. Bel eens een jonge borrel. Waar de Grijpstra? Ja, wat nou weer?
Waardig Rijpstraat. Ja. Ik zou maar inpassen. Waarom? De brigadier heeft gelijk, met dit weer heb je zo'n pak hier echt nodig. Ja, daar hoor je het eens van een ander. Ja, kom hier met die onzin. Gassen, wat een spul zeg. Gele kon je het zeker niet krijgen. Nou, dat is dat pas. Dat prachtig. Ja, en nou de broek even. Ja, zeg, luister eens, al ben ik nou een beetje dronken, maar niet gek. Ik ga dat niet in mijn blote kont in de zaak staan. Nee, maar dat hoeft ook niet. Die broek trek je gewoon over je eigen broek aan. Maar je lijkt wel een kind. Een klein geel kind. Zeg, de gier. De gier, luister eens even. Hier, een beetje rustig, ja. Je hebt me nog steeds tegen de mierder. Nou, dat zit toch fantastisch. Oh ja, doe jij ook nog een beetje mee. Hey, dan bewoner. Zo, en nou de pet nog. Zo, over bed, over mijn lijk. Over... Ja, wat doen we nou? Gaan we de baljacht of gaan we aan het werk? Nou, ik zou zeggen het laatste. Het laatste nou. Vooruit dan maar, leg neer die keuze. Ja. Hier. Ja, heel. Rondje. Ja, rondje. Mag ik er hier drie door hebben, Frans? Komt voor onze ijsbrand. Wel. Dat had ik nooit van mijn leven gedacht, hè. Ik ken hem tamelijk goed. Oh. Dat is nou het aardige van dit eiland, hè. Iedereen gaat gewoon met elkaar om. Hij vaart wel eens met hem mee op de boot en biljart hem wel samen, hè. Aardige, joviale man. Niks zijn kapsones en die kan hij makkelijk hebben. Iedereen mag hem graag. Is gul, vriendelijk, helpt iedereen. Helpt iedereen. Ja, hij is altijd Sinterklaas, hè. En dan geeft hij ieder kind op schilling een mogen cadeautje. Ah, een goed mens dus. Wat je zegt, brigadier. En nou denken jullie dat die Drachtsma iets te maken heeft met die dode dame? Nou ja, ze was zijn maîtresse. Maîtresse? Maîtresse, zegt hij. Oh, ja, nou. Nou ja, goed, hij is een vrouwtjesjager, hè. Maar hier niet, hoor, hier is hij de loco-burgemeester. Maar hij heeft toch een alibi? Ja, wat zeg ik, een alibi? Die man is doodziek. Hij heeft misschien nog maar een paar maanden te leven. Waar maken jullie je nou druk op? Nou, gevoel. Ja, gevoel. Maar dat is toch te gek. Je denkt toch niet aan een huurmoordenaar? Beste collega, alles kan. Alles is in ons vak toch mogelijk, moet je toch weten. Ja. Het enige wat wij moeten vinden is een verband tussen de moordenaar en ijsbrand. Precies. Nou, en daarvoor zijn we eigenlijk hier. Dat gaat boven mijn pet. Ik ben maar hier gewoon agent, hè. Oh, adjudant. Ja, adjudant. Goed, maar hier op het eiland, dan ben ik gewoon agent, hè. Nou, jullie zoeken het maar uit, hoor. Alleen, onze ijsbrand is een krachtpatser. Ajakkes. Een oorlogsheld en een groot zakenman. Ik wil niet graag dat hij dwarsgezeten wordt. Nou, misschien is zijn alibi niet 100%. Niet 100%. Maar die man is hartstikke ziek. En daarbij heeft jouw adjudant verteld dat zijn aanwezigheid hier op het eiland bevestigd kan worden door twee Duitsers. Op het tijdstip dat jullie dame vermoord werd, is er bij mijn weten niemand op het eiland vertrokken met een vliegtuig. En de boot lag hier. Die heb ik toevallig zien liggen die avond. Goed, hij heeft een andere boot gebruikt. Of hij heeft toch iemand gehuurd. Hoe wil hij dat bewijzen? Het mes. Goed, het mes. Jullie zeiden een commandomes. Ik zou kunnen uitzoeken of er iemand op het eiland is die met een mes kan gooien. Onze opzichters hebben allemaal zo'n mes hier. En ja, iedereen die een boot heeft natuurlijk, hè. Maar ja, kunnen ze ermee gooien? Dat moet ik uitzoeken. Ja, het eiland is zo klein, hè. Wij kunnen het niet doen. Wij zijn meteen pottenkijkers. Jij met dat geel pak. Ik zoek een messenwerper en jullie kunnen vakantie houden. Ah, zo mag ik het horen. Als ik jullie een goede raad mag geven, ga dan vroeg de koffer in. Dan kan ik jullie morgen komen halen en dan kunnen jullie een prachtig stukje fauna zien. Ja, ik heb er een pak voor. Het barst hier van de parende vogels. In één woord een prachtige zin. Ja, parende vogels. Ja, dan doe je de gier zo groot plezier. Ja, de gier is precies wat ik eigenlijk. Ja. Hey, maar jij gaat toch ook mee? Nou, ik... Oh nee, jij gaat ook mee. Ik zeg net... Ah, doe nou een oude kennis een plezier. Heerlijk varen in een prachtige ochtend. Je weet niet wat je zal missen. Ik wil het... Nou ja, ik reken op. Daar kunt u van op aan. Nou jongens, moeders wacht. Ja. Gedaan.
Gedag. Gedag. Ja, Buisman. Zo wil je het. Dan ga je nog één keer. Ja, ik ook hoor. Zeg maar, luister, ben jij nou eigenlijk hartstikke gek geworden, Regier? Wat moet ik nou met paren de zegels? Wat moet ik nou met, hè? Door de modder kruipen? Je weet niet wat je ziet. Ja, dat kan wel wezen, jongen. Luister, een geintje, grapje is goed. Maar een grap is prima in het vuile gele apenpak van jou. Kom je erop? Goed, grapje, even leuk, even lachen. We komen uit Amsterdam, nietwaar? Juist, prima. Maar dan nog zeggen dat ik midden in de nacht meegewoon op zo'n rot. Nee, maar luister nou. Ja, wat nou? Luister, en Grijpstra drinkt niet zoveel. Hier, moet jij zeggen. Uitgerekend moet jij dat ja, zeggen. Ja, uitgerekend, nou, ik moet dat zeggen. Wij hebben die vriend van jou, die Buisman, hard nodig. Je denkt het. Ik heb alleen meegeronken om jullie niet voor het hoofd te stoten. Ah. Ja, maar ik verdomme het om in de modder te gaan stappen terwijl jij lekker hier in je bed ligt te snurken. Ja. Morgen om 3:30 ben jij mijn man. Ha, jasses. Oké. Okay. Goed. Oké, als je het maar nooit aan iemand vertelt. Proost. Proost. U hebt geluisterd naar het 8e deel van Buitelkruid, naar het gelijknamige boek van Jan Willem van de Wetering, in de bewerking van Anna Bosman. Rolverdeling: De Gier, Jules Royaerts, Grijpstra, Jan Borkes, Bart de Jong, Frans Kokshoorn, Buisman, Johan Sierag. Technische realisatie: Henk Brouwer en Bram Hengeveld, regie: Bert Dijkstra. Buitelkruid. Naar het gelijknamige boek van Jan Willem van de Wetering. Bewerking Anna Bosman. Regie Bert Dijkstra. 9e deel. Neemt u mij niet kwalijk, meneer. Vindt u het erg wanneer ik even bij u aanschuif? Oh nee, helemaal niet. In het minst niet. Gaat u zitten. Oh, dank u. Dank u. Mijn naam is Van der Linde. Ja, als ik me niet vergis, zag ik u gisteren op het vliegveld. Ja, en gisteravond heb ik u ook nog een paar maal gezien. Tja, het eiland schijnt klein te zijn, hè? Wat u zegt. Dus ik heb de vrijheid om met u kennis te maken. Oh, beter laat dan nooit, zullen we maar zeggen. Maar ik moet u wel vertellen dat ik mij hier na een dag helemaal thuis voel. Ja, geen last van reuma in dit klimaat. Hier oud worden lijkt me een uitkomst. Oh, u houdt mij voor het lapje. Nee. Ja, u houdt mij voor het lapje. Ja, ik zie het duidelijk. U bent geen toerist. Ik geen toerist? Zo. U bent hier gekomen naar aanleiding van een onderzoek betreffende de gewelddadige dood van Maria van Buren. Ja. Ja, ziet u wel. Ik verwachtte al dat een Hollandse politieofficier hier naartoe zou komen. Als een van ons daar in Holland in moeilijkheden komt, liggen de wortels van het kwaad meestal hier. U rookt? Nee, dank u. U hebt een idee dat u ons van nut zou kunnen zijn? Van nut. Mag ik u iets vragen? Jazeker. Hebt u al ontdekt waar Maria zich mee bezighield bij u in Amsterdam? Ja, Amsterdam heeft een exotische klank voor me gekregen. Vreemd, nietwaar? Want ik ben een Nederlander op en top. Een Macamba. U heeft al iets geleerd, hoor. Ja. Maar goed, om op het onderwerp terug te komen. Maria,
was een moedig meisje. Ze had ideeën. Misschien wel idealen. Ja, als ze hier haar levensstijl zouden overnemen, zou alles ophouden. Voor Maria is het opgehouden. Haar levensstijl zal hoogstwaarschijnlijk daarmee uitgestorven zijn. Tja, Maria. Ja, ze was maîtresse van 3 rijke mannen. Ze was maîtresse van 3 rijke mannen. Inderdaad. Ja, ja, ja. Ach. Ja, mijn concentratie is slecht geworden. En mijn beste commissaris, Maria was geen hoer. Nee, dat was Maria in geen geval. Maria was meer. Maria had meer de geest in zich van een ontdekkingsreiziger. Oh, en wat wilde ze volgens u dan ontdekken? Ze vermoedde dat de wereld een mysterie was. En ze wilde dat mysterie doorgronden. Ja, en ze hield natuurlijk van mannen. Alle mooie vrouwen houden van mannen. Mannen bevestigen immers dat ze mooi zijn. Maria heeft geëxperimenteerd. En wellicht is ze door haar eigen experiment meegesleurd. Ze is mensen gaan manipuleren. Dat wil wel eens lukken, maar je kunt tegen sterkere krachten oplopen. En een van die krachten heeft haar gedood? Dat zou kunnen, ja, dat zou kunnen. Maar het zou ook kunnen zijn dat iemand zich geërgerd heeft aan haar manier van leven. Er zijn aanwijzingen dat zij zich met hekserij heeft bemoeid. Hekserij, mijn waarde. Oh, u gelooft daar niet in? Maar natuurlijk geloof ik daarin. Ja, ik heb een lang leven achter de rug. Het grootste deel daarvan heb ik hier op dit eiland doorgebracht. Magie. Zwarte magie bestaat wel degelijk. En u bent van mening dat Maria zich met zwarte magie bezighield? Ja. En u denkt dat die zwarte magie haar heeft gedood? Ja. Strangers in the night, exchanging glances. Ik kan niet slapen. Ik ook niet, Sinatra. Zal ik jou een klein verhaaltje vertellen? Wat wij even verhaaltjes voor je kat, zeg. Ga dan maar slapen. Ik kan niet slapen. Dat kan ik ook niet als jij steeds roept. Ik kan niet slapen, kan ik het ook niet. Grijpstra. Ja. Weet je wat? Jij hebt te veel gedronken. Ik heb te veel gedronken? Oh, maar ga weg alsjeblieft, die 3. Ik drink zoveel als ik wil. Als je wilt katten, begin je altijd over drinken. Ja, strangers in the night. Nee. Ik zie ze gewoon. Hou nou op. Kom nou. Hou nou op. Ja. Weet je wat ik ga doen? Ja, wat ga je dan weer doen? Ik ga bij jou weg. Bij mij weg? Ja, ik ga lopen. Ga je lopen? Lopen langs het strand. Ik wil één zijn met de natuur. De elementen. En ik ga denken. Ja, ik ga nadenken. Dat kan niet. Dat kan niet. Dus je zou het kunnen proberen, natuurlijk. Geef mij de sigaren, zo. Ik heb je al eens een keer uitgelegd dat je in bed niet moet roken. Binnen een muffeltijd staat dit aardige hotel in de fik. Je meet. Ja. Je meet. Hey. Ja. Oh. Telefoon voor adjudant Grijpstra. Oh, zeg ik droom. Nee, je droom is een boterbloempje. Ja, ik kom, schoonheid. Ja, eventjes mijn broek aantrekken, mijn broek. Ah. Ja, neem die gele, zal ze leuk vinden. Oh, ja, dan mag mijn broek niet veranderd trekken, zeg. Ah. Heus! Ja, nou, tot de tijd dan. Zo. Zeg, luister eens even, kleine. Als je nou straks zo goed wil in zo'n monster, half fletje van je beste cognac te brengen en 2 glazen. Zo. Daar is de telefoon. Telefoon. Ja, hallo. Hallo. Grijpstra. Ziet ze maar. Jawel. Dexter. Ja, en toen? Gadverderrie. Ja. En waar is die nou? Vasthouden. Ik bedoel, verzorgen. Ja, wacht even. Hey, zeg, en vriendelijk verzoeken of hij zo vriendelijk zou willen wezen om even tot onze beschikking te blijven. Huh? Ja. Nee, we zijn hier op Schrier. Ja. Nee, als je maar in de buurt blijft, hè. Nee, ziet ze maar. Nee, verder heb ik niks bijzonders. Nee. Oké, wel bedankt, hè. Ja. Zo. Ziet ze maar nog niet op. Wat is hier? Tutum. Zo, jij bent vrolijk.
Ja. Was dat je vrouw? Nee, dat was dit niet. Dat was Sietsema. Hé. Hey. Sietsema, ja. Zeg, luister jij eens, kleine. Ja. Als je nou toch straks langs het strand gaat lopen, hmm, denk dan hier ook eens even over na. Onze kolonel Dexter, jou wel bekend, hè, ja, is opgepakt in een nachtclub. Oh, ja, wilde die niet betalen? Nee. Hij heeft iemand met een mes gestoken. Of beter, hij heeft zich verdedigd tegen een andere maniak die een pistool op hem richtte. Goh, ja, mijn rot zou je toch maar wat aan in deze wereld, hè? Nou, dan ga ik maar eens. Ja. Cognac voor de heer. Ah. Oh, voor meneer daar zal u bedoelen. Waar zal ik het neerzetten? Hier maar, mijn lief, hier. Hier maar, mijn lief. Nou, ik ga dan maar even, hè? Ach, liefje, blijf even hier. Wat, heb je tegen mij? Nee, donder jij nou maar op. Oh ja, maar... Ja, nee, jij niks te maken. Nee, kom jij nou even zitten, zeg. Hè? Meneer vindt het niet goed als ik te lang weg blijf. Hoezo? Oh, die zanger, hè? Hoezo, zeg? Wat, blijf je altijd dan te lang boven? Wat denkt u wel? U bent hier niet in Amsterdam. Wat is er met Amsterdam? Is toch een mooie stad? Is toch een prachtige stad? Hats! Dat ben ik kwalijk. Een stad waar heel het land trots op moet zijn. Meneer leest zeker geen kranten. Ach, je kan daar toch niet meer over straat. Kranten, die lullen toch maar wat. Die lullen toch maar aan, zeg. Ga nou even zitten. Kom nou ze even ze wachten zitten beneden op. Zeg, nee, kom nou. Woon jij hier op Schiermonnikoog? Nou en of. Voor geen prijs zou ik naar de wal willen. Huh. Oh, nee? Zo. Wat ik je vragen wilde, zeg. Ken jij de familie Drachtsma? Nou en of. Drachtsma. En of ik die ken. Mevrouw is een schat, hoor. Daar wil ik niks van zeggen. Zo goeiert. Maar hij, die kale... Meneer Drachtsma, bedoel laat je laat dat meneer er maar af. Het is een grote schoft. Zo. Vooraan in de kerk zitten met zijn uitgestreken smoel. Voor Sinterklaas spelen. Overal voorop staan met een gezicht van... Kijk, hier sta ik. Kunnen jullie mij allemaal zien? Pff, grotere schoft ken ik niet. Zo. Dat is niet mis, zeg. Hè? Dat is niet mis. Nee. Zegt u dat wel. Maar dat is nog maar de helft. Maar ja, hier op het eiland wil men niks kwaad over hem horen. Op het eiland is het... Meneer Drachtsma voor, meneer Drachtsma na. En maar presentjes brengen, nou die ziek is. Appelmoes, eigen gemaakte bessensap, verse eitjes. En wie moet er nou voor hem zorgen? Zijn vrouw, die jarenlang belazerd heeft. Aha. Zo. Zeg, luister eens. Jij wil... Nou, echt niks? Kom nou. Nou, eentje. Half vol. Half vol. Een loeder. Dat is het. Zo. Hoe, Proost. Proost. Hoe heet je eigenlijk? Deborah. Aha. Dan ben je aan op de hoogte. Mm-hmm. Deborah. Kunst. Ik heb er 7 jaar gewerkt in de huishouding. 7 jaar? Mm-hmm. Je hoeft mij niks over de familie Drachtsma te vertellen. Ah. Maar met mevrouw kon ik reuze opschieten. Maar als die ellendeling thuis kwam... Ja? Het liefst zou hij gewild hebben dat je zijn voeten kuste. Getverderrie zijn voeten kuste. Nou ja, bij wijze van spreken dan. Hij dacht dat hij voor een paar tientjes alles voor elkaar kon krijgen. Mm-hmm. Nou, al biedt hij me 1000 gulden. Ja. Nee. Heeft hij jou dat ooit geboden? Mm-hmm. Eén keer. Nog een beetje? Kom. Zo. Ja. 1 keer. Toen was hij straalbezopen. Ja. En het was weer zo'n raar feestje met van die Duitse vrienden van hem. Oh ja. Eerst liters whisky zuipen. En dan gaan schieten. En met messen gaan gooien. Schieten? Mm-hmm. En met messen gaan gooien? Ja. Onder het huis is een enorme schietkelder. Ja. Nou, als ze daar in de weer gingen, dan leek het wel oorlog. Het is niet waar, zo. Maar nou, dat verhaal over die 1000 gulden. Hoe is dat in elkaar? Ik moest glazen vullen
En Drachsma die legt een briefje van 1000 gulden op het dienblad. En die zegt tegen me... De boer. De boer. Schat van me. Kom nou eens hier met je lekkere kont. Verwen jij mijn grote vriend, onkel Frits, nou eens lekker vannacht. Hier, de boer. Zwak aan, hier. 1000 pond. Laat me los. Doe nou niet. Laat me los. Kom even. Nou, toen had ik het dus gedaan. Mm-hmm. Ik kon opblazeren, meteen. En toen heb ik dit baantje aangenomen. Ah, zo, ja, ja. Zeg, wanneer was dat? Ik bedoel, wil jij... Neem me niet kwalijk. Chronisch. Wil je nog wat cognac? Nee, ik sta nu wel op mijn kop. Ja, als dat zo is, zou ik zeggen, kom even gezellig bij me liggen. Nee, dat doe ik niet. Wat? Wat denkt u wel? Nou ja, denkt u wel. Ik denk eigenlijk net dat ik jou nog... Kom eens even hier. Dat ik jou nog wilde vragen wanneer jij bij die Drachsma moest opblazen. Wanneer was dat dan? Dat was verleden week. Zaterdag. Zaterdag. Zaterdag, ah. Ja. Mevrouw Drachsma kwam er nog huilend achterna. Maar ik doe geen stap meer over die vloer. Maar gelijk heb je. Wie viezerik, hè? Oh. Nou, oh, wat een kerel die Drachsma. Nou, moest ik maar eens gaan. Ja. Oh, is er nog iets? Ja. Oh, kom dan. Wil je nog één? Mag ik u wat vragen? Natuurlijk mag je me wat vragen, mijn kind. Wat heeft Drachsma uitgevoerd? Wat zeg je maar? Drachsma? Ja. Drachsma heeft helemaal niks uitgevoerd. Nee, zeg, ik en mijn vriend, wij zijn hier een beetje met hoe noem je dat, met vakantie. Hè? Een beetje uitwaaien, een beetje rust. Oh. Wallo. Ook de politie mag er een keertje met vakantie gaan. Wallo. U gaat met vakantie met een vriend. Vriend? Nou ja, je bedoelt de vriend. Het is een collega. De Geer is een collega. Ja, we moeten nou wel een paar jaar mee samenwerken. En dan gaat u ook mee op vakantie? Ja, daar ga ik ook mee met vakantie. Ja. Dat is een nieuwe richtlijn van onze afdeling personeelszaken, begrijp je wel. Om elkaar beter te leren kennen. Ja, dat is het eigenlijk, ja. Gek. Oh. Ja, ik zie al dat ik met de baas van het hotel hier op vakantie ga om elkaar beter te leren kennen. Gek. Zeg, hoor eens even. Als je nou toch niet blijft, hè, moet je wel even weten dat wij om 3 uur gewekt willen worden. Wat gaat u in hemelsnaam om 3 uur doen? Vogeltjes kijken. Met adjudant Buisman. De natuur bewonderen. Ja. Zeg, Deborah. Kom nou een beetje bij me liggen. Nou, ja. U hebt geluisterd naar het 9e deel van Buitelkruid, naar het gelijknamige boek van Jan Willem van de Wetering, in de bewerking van Anna Bosman. Rolverdeling: De Gier, Jules Royaerts. Grijpstra, Jan Borkes. Commissaris, Sakko van der Made. Van der Linden, Bert van der Linden. Drachtsma, Robert Sobels. Kamermeisje, Marieke van der Pol. Technische realisatie, Henk Brouwer en Bram Hengeveld. Regie, Bert Dijkstra.
Buitelkruid. Naar het gelijknamige boek van Jan Willem van de Wetering. Bewerking Anna Bosman. Regie Bert Dijkstra. 10e deel. Het is de beste auto van het eiland. Automaat, aircondition. Ik heb een speciale kaart voor u gemaakt. Kijk, wanneer u de rode lijn volgt, is er niets aan de hand. Oh, bedankt, bedankt. Ja, dat lijkt me geen puzzeltocht. Dus twee haakjes. De naam van der Linden, zegt u zeker wel iets? Herman van der Linden? De advocaat? Ja. Ja, maar ik wist niet dat hij Herman heette. Maar dat doet er ook weinig toe. Een rechtschapen man, advocaat van der Linden, zeer geliefd hier op het eiland. Mooi, mooi. Nou, dan ga ik maar. U wilt niet dat ik meega? U bedoelt? Wel, dat ik met u meerij naar ons station Wanzhou. Nou, dat lijkt me zo officieel. Ja, misschien hebt u wel gelijk. Als er wat is, de auto heeft radio aan boord. Oh, dat is makkelijk. Alleen, daar heb ik geen snars verstand van. Maar bedankt. Dus even kijken. Dus hier links. Ja. En waar is dan die rode punt? Ah, daar, ja. Ja. Och, verdomme zeg, wat een rotweg. Het is een leuke auto, maar de vering is als van een koe. Hé, hey, wat staat daar nou? Hé, hey, stop eens even. Oh, oh. Ja? Meerijden, meneer. Meerijden. Waar naartoe dan? Meerijden, meneer. Nou, stap maar in, joh. Hoe meer ziel, hoe meer vreugd. Fijne auto, meneer. Hoe heet je? Arjan, meneer. Arjan, een mooie naam, Arjan. Waar gaat u nu toe, meneer? Naar John Wanzhou. U? Gaat u naar John Wanzhou? U? Ja. Dan rijdt u verkeerd. Wat? Wacht eens even. Op mijn kaart staat dat ik deze weg moet volgen. Ja, maar ik weet de snellere weg. De weg die niemand weet. Nou, dan moet je hem ook maar niet aan mij vertellen, hè, Arjan? Een geheim is een geheim. Maar, u wilt toch snel bij John Wanzhou zijn? Zeker. Dan moet je de volgende weg links afslaan. Volgende weg links? Nou, je zegt het maar, hoor. Wat gaat u eigenlijk bij John Wanzhou doen? Even praten. Ik ben Kojak, hè. Wat? Kojak? Wie is dat? Kojak van de politie. Man met een kaal hoofd. Oh, maar ik ben toch niet kaal? Ja, maar wel van de politie. Hoe weet jij dat? Oh, dat zegt moeder. Oh, en dat zegt je moeder. Ja, en je moeder heeft zeker altijd gelijk, hè? Hier zijn we. Waar? Je moet de auto daar neerzetten. En dan zit u daar, de hut van John Wanzhou. Juist, even van die steen. Ja. Kom maar. Zo. Nou. Oké. Staat de wagen hier goed, Arjan? Oh, juist. En daar hebben we dus de weg die niemand weet. Ja, daar tussen die twee bomen. Nee, daar. Ja. Bij die rode steen. Goed. Nou, kom op, daar gaan we. Ze kunnen niet goed lopen, hè? Hè? Wie, ik? Is het ver lopen, Arjan? Nee, we zijn er zo. Goed zo. Dat is maar te hopen ook. Tjonge, wat is het warm. Maar het is wel mooi hier. Bent u nooit geweest? Nee, ik ben hier nooit geweest. En toch, dit is ook Nederland. Wij willen vrij zijn. Jullie willen vrij zijn. Los van Nederland. Ja, vindt mijn moeder. Zo. Vindt jouw moeder dat? Zeg,
Arjan, niet voor het een of ander, maar zijn we er bijna? Ja, meneer. Om de bocht. Om de bocht? Mm-hmm. Bent u moe, meneer? Nee, Arjan, ik ben niet moe. De broek is helemaal vies, meneer. Oh, wacht. Lach jij maar. Maar thuis hebben we vast nog wel een andere broek. Oh, zeg, woont in die hut daar John Wancho? Ja, meneer. Zal ik vooruit gaan om te zeggen dat hij eraan komt? Ja, dat moest je maar doen, Arjan. Nou, die benoemen. Hier is John Wancho. Ah, ik ben... Die zelf erbij voor je, Aki. Huh? Moet hij gaan, zegt hij. Zeg hem dat ik helemaal uit Nederland kom om hem te ontmoeten. Dat voor je land, meneer Rabini. Papa, je koest John Wancho. Is hij nota importami? Hij heeft niets te zeggen. Zo, dat is weinig. Maar vraag hem toch eens of hij Maria kent. Maria van Buren. John Wancho kon ze Maria van Buren. Maria van Buren, dat is een bon hende. Bos nam bij Oraki. Maria is een goed mens, zegt John Wancho. Hij vraagt u of wij weggaan. Zeg hem dat ik kom namens Maria van Buren. En meneer Tabisa, kutapa Maria van Buren, takinam. Ganya ita ganya. U liegt, meneer, zegt John Wancho. Wat? U liegt. En liegt u? Zeg John Wancho dat we afscheid nemen. John Wancho, bon dia. Bon dia. Bon dia. Ja. Ja, collega da Silva, hier ben ik weer. Ja? Bijkst? Nee. Zeg, ik wil graag even het nummer hebben van die meneer Souza. Ja, de vader van Maria, ja. Ja, 1, 8, 3, 2. Juist, ik heb het. Bedankt. Wat? Ja, goed. Ik zal die man even bellen, ja. Ja. Wat zegt hij? De auto! Jo, prima zeg! Ja hoor, uitstekend. Nou, nogmaals bedankt en tot ziens, hè? U woont hier erg mooi aan zee, meneer de Souza. Wat een uitzicht. Ja. Dank u. Ja, mijn dochter is dood. Ik heb haar verstoten. Mijn eigen dochter. De mooiste van mijn kinderen. Ik wilde haar niet meer in mijn eigen huis ontvangen. Ik was tegen haar. Ik moest tegen haar zijn. Begrijpt u dat, commissaris van politie uit Amsterdam? Begrijpt u dat? Ik begrijp het. Misschien hebt u zelf kinderen. Maar in Europa is het denk ik anders. Ik ken Europa, jullie land, de mooie vrouwen. Veel geld heb ik aan hen uitgegeven. Ze hebben mij ervaringen gegeven die ik nooit zal vergeten. Ik ben die vrouwen veel verschuldigd. Maar mijn eigen dochter is één van hen geworden. En dat kan en kon ik niet aanvaarden. Maar uw dochter was meerderjarig. Uw dochter was meerderjarig. Hier spreekt Europa. Als er eenmaal een leeftijd is bereikt, dan is het in Europa schijnbaar afgelopen.
Maar al is ze 50. Ik blijf de vader van Maria. Weet u, als kind kwam ze altijd naar me toe en sprak met me. En we waren samen. Ze was een wijs kind. Een wijs kind, ja. Maar ik heb voor mijn kind geleerd. Nu is ze dood. Ja, nu is ze dood. En nu wilt u van mij weten wie dat zou hebben gedaan. Commissaris, ik weet het niet. Dat spijt me. Ja, ik weet ook wel dat het uw onderzoek niets verder helpt. Maar ik kan niet meer zeggen dan ik weet. En wat u denkt? Meneer, de gedachte van een vader over een dochter. Een dochter die dood is. Je zou iedereen wel kunnen of willen verdenken van de moord op mijn Maria. En, commissaris, opgeschoten met uw onderzoek naar de dood van onze Maria? Onze Maria, ja. Mag ik u een drankje aanbieden? Nou. Ja, na al dat gepraat zult u wel een droge keel hebben. Nou, kom, doe me dat genoegen. Nou, een goed gesprek is hier zeldzaam. Goed een whiskietje dan. Hè? John, één voor meneer hier graag. Maar uw onderzoek... U bent bij onze grote tovenaar geweest. Ja. Rancho, als ik het wel heb. Daar ben ik geweest, ja. En? Tja, een tovenaar. Ik kon geen vat op hem krijgen. Wat heet. Ik kon hem niet eens tot een behoorlijk gesprek dwingen. Hij wilde niets zeggen. Maar wat mij nu bezighoudt, hè, is dat zo'n man toch volgelingen... Ja, misschien is dat een beetje een groot woord, maar toch medestanders moet hebben gehad. Hé, hey, Brink, kom eens hier. Vrienden, geen toeval, maar afgesproken werk. John, hier moet je wezen. Hier moet je zijn, wil je vandaag nog met een aardige hand zwart geld naar huis gaan. Commissaris, dit is Piet Brink. Kapitein van de Helena, die vaart tussen Miami en het eiland. Zo, slechte advocaat, wie zit je nou weer om te smoezen? Zo, ook weer aan de wal. Dit is een commissaris uit Amsterdam. Eindelijk een beschaafd mens. Ja, dat moet u nog maar afwachten. Ja, commissaris of niet, eens ga ik toch voor schut. Hè? Advocaat? Ja, we hebben wel eens wat zaakjes rondgekregen. Smokkel. Ach, commissaris. Smokkel, dat is toch beneden onze stand. Smokkel, hoe komt u daar nou bij? Wie heeft u dat verteld? Op dit eiland is dat bij de wet verboden en daarom wordt het ook niet gedaan zolang het niet bewezen wordt. Nee, het is een goed eiland. Weet je dat ik er zelfs aan heb zitten denken om hier mijn oude dag door te brengen? Nou, wat let je? Hier spreekt mijn raadsman. Nee jongen, mij luistert er niet meer in. Kostlading, mannen en poen. Nou, je hebt er wel een schuit, niet mooi, maar goed, hij vaart. Maar als je dan steeds enge vrachten moet laaien voor enge landen, nou, dan denk ik bij mezelf. Brink, daar heb je niet 7 jaar voor op school gezeten. Ik kan tegen een geintje, ik kan tegen een goede borrel, ik kan tegen een lekker wijf. Ik kan alleen niet tegen gesodemieter. Gesodemieter? Gesodemieter, ja. Opeens zo'n vaart ben ik eens bijna mijn stuurman kwijtgeraakt. Dus Hoesa had gelijk, moeilijke jongen. Maar als je hem één keer hebt, dan heb je hem ook. Maar bij Venezuela ging het even scheef. Interessant verhaal, kapitein. Maar wat heeft meneer de Sousa hiermee uitstaan? Ja, Flip, je moet wel even opletten. Hè? Ik vertel geen twee verhalen voor één consumptie. Jo, nog een keer hetzelfde. Die stuurman van mij, als je dat soms bedoelt, was of beter is een zoon van jouw Sousa. Duidelijk, kent hem op. Andere moeder, maar precies dezelfde vader. Puntje erin, puntje eruit, zou ik maar zeggen. Ja. Die de Sousa heeft hele volkstammen voortgebracht. Alleen, en dat is weer het gekke, weet je. Ik kan die lui ook niet volgen. Juist die zoon, hè, dus mijn stuurman, dat was zijn oogappel. En als ik vragen mag, wie was de moeder?
gaan we vragen stellen, heer commissaris. Nou, die moeder was een trut. Oh. Een lelijke met flessenkuit. Wat doe je dan als heer van stand? Ja. Je werkt er weg. Heer van stand. Ja. Moeder flessenkuit kreeg een knus huisje van die oude gek. En de zoon werd naar Holland gestuurd om te studeren. Ging de kant van de scheepvaart op en slaagde cum laude op de zeevaartschool. Tja, en toen kwam hij terug. Naar moeder flessenkuit. Jonge stuurman. Arme kerel. Arme kerel? Ja, arme kerel. Zeker hier op dit eiland. Heeft zijn moeders naam en zijn vader kent hem niet eens. Je moet hem zien. Zo'n klein mannetje. En kleine mannetjes hebben het moeilijk, hè? Commissaris, moet jij toch weten. Hoezo? Hoe wou je zeggen dat jij een van de grootste bent? Heel gevoel voor detail overtreft alles. Oliebol. Hé, jongen, neem nog een borrel. En toen verder? En toen niks en toen. Onze bastaard die heeft het in de Bijbel gezocht. Daar sjouwt er niet altijd mee rond. Maar ja, hou zo'n probleem maar eens even binnen de club, hè? Als we wat te vieren hadden, zat hij met Marcus op schoot, bij wijze van spreken. En hij werd natuurlijk snel een buitenbeentje. Ja, nou, dat kan je toch niet hebben. Maar hij was een goede zeeman. En waar is hij nou? Terug naar Holland. Ik geloof naar een of ander eiland, zoiets als dit hier. Een eiland? Weet u ook de naam misschien? Ja, zeker. Gekke naam. Als ik me niet vergis is het iets van Schier of Monnik. Schier, Monnik ook. Ja, ja. Nou, op dat eiland zit hij nog altijd dicht bij de zee. Hij is de opzichter van een reservaat. Vogels en beestjes, daar is hij stapelgek op. Hoe heet hij eigenlijk precies? Nou, kleine Oliebol, dat is nogal simpel. Hij heeft zijn vaders voornaam en zijn moeders achternaam. Ja, neemt u me niet kwalijk. Ik vroeg u hoe hij heet. Je doet net of je de oude bent. De man in kwestie heet Ramon Scheffer. U hebt geluisterd naar het 10e deel van Buitelkruid, naar het gelijknamige boek van Jan Willem van de Wetering, in de bewerking van Anna Bosman. Rolverdeling: commissaris Sakko van der Made, John Maiko Samsoy, jongetje Rino Bernardino, de Souza Hans Hoekman, van der Linden Bert van der Linden, Brink Paul van der Lek. Technische realisatie: Henk Brouwer en Bram Hengeveld. Regie: Bert Dijkstra. Buitelkruid. Naar het gelijknamige boek van Jan Willem van de Wetering. Bewerking Anna Bosman. Regie Bert Dijkstra. 11e deel. Van adjudant Grijpstra. Ach, oh. Nee. De Gier. Ja, kerel. Hou je kop. Tuurlijk. Steek je kop nou onder de dekens. Ja, graag. Ja, niet bij mij natuurlijk. Deborah, lieve kind, kleed je aan. Ja. Jammer genoeg, maar het kan niet. Juist. Adjudant Buisman met de vogeltjes wacht.
jammer dat jullie zo laat waren. Ik lag al een uur op jullie te wachten. Beter laat dan nooit, hè. Ja, goh, waar heb ik dat meer gehoord? Tjus! Ja. Ja, gezondheid, kerel. De heren hebben, neem ik aan, goed geslapen? Ja. Tja, het is daar een prima hotel. Ja, voor de tijd van het jaar zeker. Dank je dan. En met een prima ontbijt. Iedereen roept daar over het prima ontbijt. Oh ja? Oh, nou, dat hebben we helaas moeten missen. Hè, Grijpstra? Nou, het was een prima ontbijt, hoor. Heerlijk. Kijk, man. Daar moeten we wezen. Ah, ja. Daar zit de fauna van West-Europa. Oh ja. Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Zeg, als je dan... Waarom stop je nou bij de roeien? Omdat we niet verder kunnen met de boot. Het is hier te ondiep, zie je. Dus het laatste eindje zullen we moeten lopen. Het laatste eindje zullen we moeten lopen? Ja. Wat krijgen we nou? Lopen? Ik zou de Amsterdamse stappers maar uittrekken. En mij maar op de voet volgen. Denk om de vogels. Nou, zijn jullie zover? Ja. Denk om de kijker, want die is geleend. Gretverdarrie, ik stap op een vis. Grijpstra, hou mij nou maar vast. Zijn we er nog bijna? Nee, nog even. Doorzetten. Jongen, luister nou eens, Gier. Heb jij nou enig idee, hè, wat dit allemaal voor zin heeft? Ik bedoel, we zijn bezig, hè? Met het onderzoek naar een moord. Precies, ja. Ja, dit kan ik met de beste wil van de wereld kan ik niet verantwoorden, hè? Zo, nou, gaat. Ja, gezond. Hier, rustig. Kijk, we zijn er. Kijk. Daar zijn de plevieren. Oh. Ah ja. Er zijn er dit jaar veel meer dan verleden jaar. Oh, moet je zien hoe ze rennen. Oh, ze zijn niet eens bang, hè? Want anders zouden ze wel wegvliegen. Dit is een reservaat en ze weten dat we ze geen kwaad doen. Ah ja, pas op de eieren. Wat nou eieren? Het is broedtijd en overal waar je nu loopt kun je op de nesten trappen. Oh, wat ellende. Let op. Een schoolekster. Oh, kijk eens. Piet, een schoolekster. Prachtig. Piet. Ja, heren, het is hier pure natuur, hoor. De zogenaamde beschaving is ver van ons. Och. Hier voel je weer mens. Lucht, land, water, vogels. Geen nieuwsberichten, geen telefoon. Helemaal op jezelf. Is dat niet het mooiste wat er is? Oh ja. Geen commissaris. Nou, heerlijk, hoor. Heerlijk. Oh, een wc. Zou hier ergens een wc zijn? Collega, ik vrees van niet. Maar ik zou zeggen, ga je gang. Ergens is wel een rustig plekje hier. Gadverdamme. Heeft hij last van ochtendziekte? Ja, heel de dag. Maar voor de rest is het een prima kerel, hoor. Een doorzetter. Vannacht nog geen oog dicht gedaan. Steeds maar bezig met de zaak, hè? Ja, het laat hem niet los, hè? Daar duikt hij helemaal in. Zo. En? Ja. Ging het een beetje? Ja, het ging een beetje. Willen jullie koffie? Nou. Ah, kijk, de kemphaan. Moet je ze zien dansen? Oh, is de natuur niet prachtig? Oh, schitterend. Ja, pak je maar een fikkie. Het is verrekte jammer dat de natuur nou begint te regenen, zeg. Een paar spatjes. Een kopje koffie, Jim. Oh. Ja, ik heb maar één mok, maar we zijn toch niet vies van elkaar, is het wel? Nee, helemaal niet. Ik heb alleen koude poten. Nou, doe je schoenen dan aan. Mijn schoenen staan in de boot. Dus als ik mijn schoenen wil aan... Ja, als je je schoenen aan wil doen, dan moet jij weer naar de boot. En dan weer terug. En dan heb je dus weer natte poten. En voordat ze weer droog zijn, heb je weer koude poten. En dan moet je weer terug naar de boot. En perpetuum. Ik doe je wat. Geef me dan maar een slokje koffie. Hier. En praat niet zoveel. Kijk aan. We krijgen bezoek. Kijk aan, wij krijgen bezoek. Wie is die Prins Carnaval? Een van de beste opzichters van Staatsbosbeheer. Dan is hij er vroeg bij. Tja, wanneer die man slaapt is me een raadsel.
Morgen, Scheffer. Morgen, Buisman. Gasten? Ja, vrienden uit Amsterdam. Vogelliefhebbers. En waar kunnen ze beter kijken dan op deze plek? Maar we waren net bezig met een rondje koffie. 10-1 heb jij nog wat in de tas? Tuurlijk, tuurlijk. Het gebeurt niet iedere dag, hè? Zoveel mensen op de plaat. Vogels zullen wel opkijken. Nou, die zullen er toch wel aan wennen. Meneer bedoelt? Nou, meneer bedoelt eigenlijk niets. Maar zolang Den Haag nog straaljagers hier in de buurt laat rondvliegen... en er nog ook zoveel fauna rondspringt, dan zal het toch allemaal wel loslopen? Een mens kan meer vernielen dan een heel leger. Een mens kan meer vernielen dan een heel leger. Dat is een diepe, meneer Scheffer. Ja, ja, nou, hele diepe. Wil de heren nog wat bij de koffie eten? Ja, eten. Dom van mij. Ik heb eigen gebakken brood in mijn rugzak. Nou, ja, nou nee, maar doet u geen moeite. U bent allemaal, zonder uitzondering, uitgenodigd bij mijn Deborah. Deborah? Ja, ja, nou, ja, ik bedoel het hotel natuurlijk. Hè. Dan zouden wij bijvoorbeeld gezamenlijk een ontbijt kunnen gebruiken. Ja, lekker eieren, spek, vers brood, schiermonnikorenbrood. Oh. Dat lijkt me toch wel iets, joh. Ja, maar laten we dan eerst een sneetje nemen van mijn brood, heren. Ah. Het is brood met tevredenheid, maar het is lekker brood. Mm. Dank u. Mm. Ja. Mm. Ja. Inderdaad. Mm. Ja. Mm. Lekker hoor. Lekker hoor. Heel lekker. Ja. Mooi mes heb u daar. Mes. Ja, mooi mes. Ja. Ja, mooi mes. Lekker scherp mes. Hier is een stuk voor u. Ach, ik weet uw naam niet eens. Oh, ik had al wat Grijpstra. Alsjeblieft, meneer Grijpstra. Ik dank u. Dat was lekker. Alsjeblieft. Hm. Ja, dat klopt. Mijn tweede stukje al. Hm. Zo, adjudant. Buisman. Ah, kunnen wij misschien nog even naar die kippen? Kippen? Dat zijn kemphaan. Dat je dat toch niet weet, Grijpstra. Ja, ja, hoe zit dat op ogen? Gaat u even mee, hè? Even mee, hè? Die kippen. Hoe vindt u die, meneer? Kippen. Terwijl het zeldzame kemphanen zijn. Meneer is toch vogelliefhebber? Oh, natuurlijk, tuurlijk. Een echte vogelliefhebber. U weet veel van vogels? Ja, ik weet inderdaad veel van vogels. Ah ja, 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 begrijp het. Ja, ja. Wat komt u eigenlijk doen hier? Nou, kijk, dus wij waren eigenlijk van plan hier om op Schiphol de Koog een diepere studie te maken van... Wie is die Scheffer eigenlijk, Buisman? Rami Scheffer, opzichter van Staatsbosbeheer. Prima kerel. Prima kerel, hè? Heb jij dat lange scherpe mes gezien? Ja, toen ik dat zag, schoot me opeens het gesprek van gisteren te binnen. Ik heb hier en daar gevraagd of er mensen op het eiland zijn die met messen kunnen gooien. Maar niemand wist iets. Maar nu net, toen ik het mes van Rami zag... herinnerde ik me opeens iets. Een paar jaar geleden hebben wij samen een zeiltocht gemaakt. Oh, gezellig. En toen? En toen heeft hij een mes in mijn kajuitdeur gegooid. Midden in de deur, paats. Zo. Ja, ik ben nog een tijdje boos op hem geweest. Goed, hij bood zijn excuses aan, maar daarmee is de deur nog niet heel. Buisman, weet je nog meer van hem? Nou, ik ken hem al een jaar of drie. Fijne kerel, stuurman op de Wilde Vaart. Heeft van zijn spaarcenten... een huisje gekocht en daarbij een zeilboot. Ja, en voor de rest is het een stil mannetje. Waar komt hij eigenlijk vandaan? Nou, kun je dat niet zien? Hij komt van Curaçao. Ja, verder niks bijzonders. De natuur en ja, de Bijbel. Maar dat wil ik eigenlijk niks bijzonders noemen, hè? Alleen... Ja, wat alleen? Nou, hij wil wel eens doorslaan, hè? Niks is goed. Voedsel niet, drank niet, vrouwen niet. Ja, in het begin werd hij beschouwd als een zonderling. Hij kwam van Curaçao. Ja,
Hij komt van Curaçao. Hij kwam van Curaçao, ja. Wereld is klein, Buisman. Onze dode dame kwam ook van Curaçao. Toeval. Glad toeval. Ja, ja. Kent de boswachter Drachsma? Scheffer zal Drachsma best kennen, ja. Iedereen kent Drachsma. Ja, dat was ik vergeten. Iedereen kent hier iedereen. Ja, ja. Maar wat kijk je nou? Ik denk. Jij denkt, hij komt van Curaçao. Hij kan met een mes gooien. Nou ja, je zou hem hoogstens kunnen uitnodigen voor een gesprek of zoiets. De politieboot, ze zoeken me. Ik heb op het bureau een briefje achtergelaten waar ik eventueel te vinden ben. Ja. En wat dan? En nu, en nu, en nu? Wat dan? Vlug naar het strand. Kijken wat er aan de hand is. Ja, kom even. Hé, hey, hoor je dat? Wat is dat? De politieboot. Ze zoeken iemand. Vind je die kaas lekker? Ja, ja, het is weer eens wat anders, hè. Heerlijk. Wat voor merkkaas is dat en wie zoekt die politieboot eigenlijk? Die kaas heb ik van mijn eigen geiten. Oh, jezus, nee zeg, alsjeblieft. Zelf gemaakt. Hè? Geitenkaas? Hé. Hey. Ze zijn zeker de toeter aan het uitproberen. Slordig, hè? In een natuurgebied. Vindt u niet, meneer Scheffer? Ja. Ja, de mens doet maar. De mens doet maar. Wat komt u hier eigenlijk doen? Ik ben vogelliefhebber, een vriend van Buisman. En die heeft mijn collega en mij uitgenodigd. Leuk verhaal. Leuk verhaal, meneer. De gier. U heeft een vogelnaam, maar u bent nog geen vogelliefhebber. Nee. Nou, dan ga ik maar eens. Wilt u blijven waar u bent, meneer de gier? Wat zegt u? Zeg, hey, wat krijgen we nou? We krijgen nu dat ik ga vertellen wat u moet doen, meneer de gier. Sinds wanneer loopt een vogelliefhebber hier met een pistool rond? Mag ik uw wapen? Zeg, wapen? Wapen? Onder uw linker oksel. Geen grappen, brigadier de gier. Het recht zegeviert. Snel. Ik gooi sneller dan u kunt schieten. Snel. Alsjeblieft. Heel goed, meneer de gier. Ik kan u afmaken. Weet u wel. Meneer de gier, verdwijn. Maar verdwijn uit mijn ogen. En wanneer u het in uw fraai gekapte hoofd haalt om te kijken, geschiet u hetzelfde als de vrouw van Lot. Wat, de vrouw van Lot? De Bijbel, meneer de gier. Nooit van gehoord. Nooit gelezen, zeker. Meneer de gier, verdwijn en kijk niet om. Uw rug is groot genoeg. Zelfs een blinde zou u kunnen raken. Lopen, de gier, lopen uit mijn ogen. Maar. Kop houden, de gier, lopen. De gier, waar is Scheffer? Die is gek. Wat? Hij heeft hem bedreigd, hij heeft een pistool afgepakt. We moeten hem arresteren. Ja, arresteren. Vertel mij wat. Wat nou, hoezo? Vertel mij wat. Oh, jong, ik ben blij dat ik het ben. Ik ben een zak. Ik had jullie moeten waarschuwen. Maar wat zeiken jullie nou toch? Er loopt hier een man rond met moordplannen. Dan moeten we een klopjacht houden. Nee, ja, dat hebben we lange tijd niet gehad, zeg. Ja, maar dan moeten we opschieten. Voor de duivel, we moeten opschieten, want onze vriend heeft een boot. Onze vriend heeft een boot? Een boot? We moeten naar de boot. Hoezo naar de boot? Als we logisch nadenken. Ja, wat we proberen. Hou dat toch, je komt hier. Ik zeg dus, als we logisch nadenken, gaat onze verdachte Scheffer. Dus we rijden op hier, hè? Dan gaat onze verdachte Scheffer het eiland aan met zijn boot. Ten slotte is hij zeeman. Hebben wij ook een boot? Zeker, de politie heeft ook een boot. U hebt geluisterd naar het 11e deel van Buitelkruid, naar het gelijknamige boek van Jan Willem van de Wetering, in de bewerking van Anna Bosman. Rolverdeling: De Gier, Jules Royaerts, Grijpstra, Jan Borkes, Buisman, Johan Sierach, Meisje, Marieke van der Pol, Scheffer, Con Meijer, Technische Realisatie, Henk Brouwer en Bram Hengeveld. Regie: Bert Dijkstra.
Buitelkruid, naar het gelijknamige boek van Jan Willem van de Wetering, bewerking Anna Bosman, regie Bert Dijkstra, 12e deel. En nu gaat u ons verlaten. Om hier nog verder op staatskosten rond te hangen lijkt me niet erg declarabel. Maar hebt u nu de moordenaar van Maria? Hé, Hamies, niet zo ruw, hè? Moordenaar. Wie is er nu een moordenaar? Iemand heeft een vrouw een mes in de rug gegooid, nemen we aan. Iemand doet gif in de koren. Iemand maakt atoombommen. Iemand rijdt dronken over de weg. Stuk voor stuk. Moordenaars, meneer Da Silva. Ach, weet u, het komt door het beeld wat wij van Europa hebben. Alles moet snel en efficiënt gaan. En dan komt u, een man die vertelt dat iedereen wel een moordenaar zou kunnen zijn. Of moeten zijn. Jawel. Alles gaat in Europa snel en efficiënt naar de bliksem. En toen? Kijk, Da Silva. Hachelijke situaties die wij niet als hachelijk onderkennen, moet je van een afstand proberen te beschouwen. Ja, ja. Natuurlijk heb ik geleerd, veel geleerd. Maar als je niet zo goed kan lopen, dan moet je maar goed rondkijken. Mensen in Europa handelen te snel. Willen alles te snel. Onze moordenaar komt heel kalm naar ons toe. Daar hoeven we bijna niets voor te doen. U hebt gelijk. Maar hoe rijmt u dat nu met uw telegram? Hier heb ik het afschrift. Zal ik het even voorlezen? Ja, graag, ja. Schiermonnikoog. Spreek ik dat goed uit? Ja, uitstekend. Schiermonnikoog. Contact Ramon Scheffer. Ja. Scheffer halfbroer Maria van Buren. Ja. Voorzichtig. Scheffer mogelijk godsdienstwaanzinnige. Stop. Ja, zie je wel. Heel eenvoudig. Ik heb u toch gezegd. Onze moordenaar komt heel kalm naar ons toe. Nou, wat doen we nou, hè? Zo vinden we die boot nooit. Als die gek al met een boot is weggegaan. Dat is louter speculatie, maar goed. Een analyse, de vier. Een analyse? Ja. Hij is in de boot gestapt en al mijlen ver weg. En wat wij nodig hebben is een vliegtuig. Oh ja. Hoor, James Bond, de gier. Ja, boten, vliegtuigen. Mogen we tussen wel je wapen laten afpakken? Ja, maar daar kon ik niks aan doen. Daar kun je alles aan doen. Een wapen hoort niet onder je oksel. Het hoort gewoon in je broekriem. Had hij het nooit gezien. Adjudant, wat doen we nou? De gier, wat doen we nou? Ja, Er is een pijper in de lucht. Hij gaat voor ons zoeken. Nou, zie je wel. Alles gaat prima als je maar niks doet. 310 graden noordwest. Schip met groot zeil en witte fok. Wat wordt die bepaald? Over. Eikenhouten boot. Over. Ja, hoe kan ik dat dan hier vandaan zien? Over. Hij is bruin. Over. Ja, je hebt mooi praten. Ik ga naar het oosten. Aan deze kant is niets te zien. Ah, sorry. Over. Ik wilde ook al de piloot van de over. Ja, en ook motoragent over. Let dan maar op. Hallo PH, Sierra Oscar November. Hier RP2, over. PH, Sierra Oscar November voor RP2, over. Is er nog iets te zien? Over. Ja, een klein bootje. 8 of 9 meter lang. 1 man aan het roer. Over. Wat voor man? Over. Hij heeft een donkergroen pak aan. Het lijkt van een boswachter. Over. Mooi. Waar zit hij precies? Over. Momentje. Even pijlen. We hebben hem. We hebben hem, hoor de gek. Hoor je dat? Ja, ik hoor het. Maar wat nu, hè? Wij zitten op een boot en hij zit op een boot. Enteren? Oh, wat een ellende. Wat hebben we eigenlijk? Ik heb niks. Ja, tja. Ja, dat weten we, ja. Jij laat die spulletjes afpakken, hè? Buisman, is er nog sisserij aan boord? Een pistool en een karabijn? Ah, mooi. BHSON voor RP2, over. Hier RP2, over. Schip maar naar de Engelsman plaat. Herhaal, Engelsman plaat. Hij heeft de zeilen gestreken. Over. Blijf in de buurt. Over.
Ik kan hem ook een beetje in de war maken. Over. Man is gewapend. Sodemieten maar op. Over. Waar is die Engelsman plaats? Nou, kijk maar hier op de kaart. Ja? Hier varen we. Ja? En daar is de plaats. Nou, dat is nog een mooi end, hè? Kunnen we niet sneller? Nou, we zitten op volle kracht. Wat moet die scheffer daar nou? Een vierkante kilometer zand dat over een paar uur onder water loopt. Echt iets voor een gek? Misschien gaat hij wel in de hut zitten. Hoezo hut? Nou, daar is een post waar Rijkswater staat. Oh. Heeft die kijker eens gedacht? Hé, kijk, een beetje uit. Ja, maar rustig. Verdomd, ja, daar zit die gek. Wachten tot de voeten verzuipt of zoiets. Wat moeten we anders? Gaan halen. Dus ga pak je roomboten. Ja. Nee. We moeten proberen met hem te praten. Wie kent hem het beste? Jongsma, kom erbij. Mag je je voorstellen? Dit is brigadier Jongsma. Dit zijn Greepstra en de Gier van de Amsterdamse Recherche. Aangenaam, heren. Aangenaam. Ja, Jongsma, we vroegen ons juist af wie Scheffer van ons nu beste kent, hè? Ja, ik zou zo zeggen, u had je dan. Ik ken hem natuurlijk ook wel, maar we zijn nog niet bepaald bevriend. Ik heb hem wel eens gevraagd een pulsje met me te drinken. Nou, toen keek hij me aan of ik hem wilde vergiftigen. Ja, dat is ook geen beste beurt, Jongsma. Thee, kruidenthee kan je hem aanbieden. Dan praat hij wel, maar dan alleen over het Oude Testament. Oh, ja, daar had de God van de Vrakers voor het zeggen. Jehovah, weet je wel, ook al geen gemakkelijk baasje. Nou, heren, wat moeten we doen, hè? Hulp van de walvragen duurt te lang. En daar voel ik eigenlijk helemaal niks voor. Als Jongsma nou dat rubberbordje dat zag, dan roei ik even naar de plaat en probeer daar met hem te praten. Nee, laat mij nog maar gaan. Ja, ik kan mijn pistool vlugger trekken dan jij. Ja, ik heb verleden week de tweede prijs gewonnen pistool trekken en een gericht schot afgegeven. Ik had alle zes de poppen in de arm. Moet eraf. Nou, maar Scheffer is geen pop. En daarbij heeft hij al pistool, hè? Ja, hè, zeg het nog eens. Jongens, maar laat de boot maar zakken. Ik ga wel naar hem toe. Ik ken me best. Tot uw orders, adjudant. Zie, zo hoort het nou, de Gier. Voorzichtig, adjudant. Zeg, laten we die man die rotklus opknappen? De adjudant weet wat hij doet. Oh. Ja, natuurlijk, maar ik heb wel het idee dat die Scheffer dat niet weet. Hé, kijk hem roeien. Verdomme! Scheffer komt daar buiten met een geweer. Allemachtig, nee! Wat nee? De gek gaat schieten! Buisman! Buisman! Jongsma, heb je nog een boot? Ja, heb ik, ja. Die schoft heeft me volgens mij geraakt, hè? Dekker, Buisman! Nou, Jongsma, kom nou op naar die boot. Ja, nog even. Ik heb hem nooit vertrouwd, die zenuwleier. Zo, nog een paar halen. Zo, prima. Zo. Buisman. Niks aan de hand, adjudant. Komt allemaal weer goed. Ik had hem nooit mogen laten gaan. Nou, sla de armen van Buisman om mijn nek, jongsma. Ja. Dan breng ik hem naar de boot. Ja, doe maar, Buisman. Ja, doe maar, joh. Hup, kom, Buisman. Zo, ga maar liggen. Hij bloedt op zijn borst, brigadier. Nee, dat valt toch wel mee. Die jekker heeft alles een beetje tegengehouden. Even vergeten de rubberboot. Laat maar, die halen we straks wel op. Een lentje uit je dan. Hoi. Ja. En nou voorzichtig. Is het ernstig? Valt wel mee met Buisman uit je dan. Wil hem dan maar op. Ja, iets hoger graag. Onder de arm uit je dan. Zo, en nou de benen. Ja, prima. Ja, oké, goed zo. Ja. Die kerel heeft een best leven, hè, als je zo'n gewicht voelt. Ja, of ze heeft een best leven gehad. Kom nou, brigadier. Hij is nog lang niet dood. Als jullie nou even met de adjudant je bemoeien, dan ga ik het eiland op. PHRP. Hier RP voor Sierra Oscar November voor Centraal Post. Over. Hier RP voor Sierra Oscar November voor Centraal Post. Over. Waar zit die Riekers nou? Is die er niet? Zou ik denken. Parkeerbonnen uitdelen is zijn grote hobby. Parkeerbonnen uitdelen? Ja, hij heeft zo zijn vaste klanten. Oh, dan moet hij in Amsterdam komen werken. Ja, misschien heeft hij ons opgeroepen, maar dat was misschien net in de tijd dat wij met het vliegtuig praten. Ja, maar wij zitten wel wel mooi mee, hè? We kunnen die rat niet laten zitten. Als we nou weggaan, smeert hij hem. Ja, we kunnen zijn boot wel even stuk maken. Dat kan, ja. Ja, maar die patjakker kan zwemmen als de beste en herkent de stroom. Kippen.
Kom dan. Rustig, rustig. Nee, heren, we moeten naar het eiland. Buisman moet verbonden worden, dadelijk vallen we nog dooien. En dat wil ik niet op mijn geweten hebben. Leven de luchtmacht! Als we alles gaan. Leven de luchtmacht! Ja, dat zei je al. Groot materieel, man! Ja, sorry, Grijpstra, wat is dat groot materieel? Of verrek, vliegtuigen, groot genie van me! Met vliegtuigen, maar u wilt toch niet? Ik wil alles om die schutter leven te pakken te krijgen. Waar komen die kringen vandaan? Dat je dat bedoelt? Dat je dat bedoelt op welke basis die dingen opgelaten worden. Leeuwarden, meneer. Wat? Leeuwarden. Geef me dan Leeuwarden. De basis komen we dan graag. RP voor vliegbasis Leeuwarden. Over. Brigadier Jongsma, RP2 voor basis Leeuwarden. Positie Engelsmanplaat. Roep basiscommandant. Over. Basiscommando voor RP2, over. Adjudant Grijpstra, Amsterdamse recherche op de RP. Hebben dringend assistentie nodig, over. RP2 niet begrepen, over. Wat nou niet begrepen, niet begrepen? RP2 voor basiscommandant. Proberen verdachten te arresteren. Kunt u laag over de uitkijkpost vliegen ter afschrikking, over. Begrepen, locatie graag, over. Dat is voor jou, jongen. RP2 voor basis Leeuwarden, locatie Noord-Noordwest Engelsmansplaat, over. Begrepen, over en sluiten. Nou, dat staat voor de bakker. Hé, Buisman komt bij. Rustig, Buisman. Zo. Daar komen ze, Adjudant. Brigadier, daar komen ze. Geluisterd naar het 12e deel van Buitelkruid, naar het gelijknamige boek van Jan Willem van de Wetering, in de bewerking van Anna Bosman. Rolverdeling: De Gier, Jules Royaerts, Grijpstra, Jan Borkes, Commissaris, Sakko van der Made, Da Silva, Frans Koppers, Buisman, Johan Sierag, Jongsma, Rudolf Damstee, Piloot, Luc van der Lagemaat, Basis Leeuwarden, Kees Broos. Technische realisatie, Henk Brouwer en Bram Hengeveld. Regie, Bert Dijkstra. Buitelkruid. Naar het gelijknamige boek van Jan Willem van de Wetering. Bewerking Anna Bosman. Regie Bert Dijkstra. 13e deel. Daar komen ze! Kijk! Het lijkt wel oorlog! Er komt er weer een! Kijk, Scheffer! Scheffer komt tevoorschijn! Zie je dat uit je schouder? Ah! De hand omhoog! Haha, ja mannetje! God komt je halen! In de boot! Heeft hij nog steeds zijn handen omhoog? Ja, maar hij kan een pistool nog hebben! God, wat een vak! Ja. Handen omhoog en kom naar de boot. Doet hij het?
Ja! Kom op! Zo. Zo, Scheffer. Handen omhoog, hè? Heel mooi, ja. Helemaal omhoog. Goed zo. Hij heeft niks. Kom dan maar in, hè? Gier? Ja? Kijk eens even in zijn laars. Ons mes. Holy awa. Wat zei die? Ja, weet ik veel. We gaan er maar staan, joh. Rustig maar, hè. Rico. We vreten juist niet op. Even de armbandjes omdoen. Zo. Nou, dan mag je even gaan slapen, hè. Een drukke ochtend voor je geweest, hè. Ik weet hoe. Wat zegt hij nou? Hij zegt goed dat de politie is. Zeg, wat heb jij ineens? Ik, hè? Ja, je ziet er zo rot uit. Ja, ik voel me ook zo rot ineens. Hè. Mooie vangst. Twee zieken en een arrestant. Morgen. Ik ben dokter Pieters. De Ronde? Aangenaam. Mijn naam is de Gier. Mm-hmm. Ja, voor in het schip. Zo, buisman. Gevochten, hè? Dokter Au! Au! Dokter Au, ik heb nog geen vinger naar je uitgestoken. Hé, je jas is ook nog kapot. Au! Au! Nee. Dat valt wel mee. Veel bloed, maar weinig schade. Je hebt heel wat hagel tussen je borstharen, joh. Je zou toch even naar het ziekenhuis moeten? Nee, geen ziekenhuis. In godsnaam geen ziekenhuis. Oh, wil je liever naar huis? Oh, dokter. Alsjeblieft. Ik kan niet tegen dat gestoomde eten. Nou, de ambulance staat klaar, jongsma. Roep jij even Teun en Arjen. Ja, ze kunnen de adjudant afvoeren. Naar huis. Volgende patiënt. Rami. Ja, doet geen mond open, dokter. Ja, dat is een man van weinig woorden. Ik heb Rami als patiënt sinds hij op het eiland is komen wonen. Hij leidt aan verschrikkelijke depressies. Komt zo'n beetje om de 14 dagen bij me en als hij niet komt, dan ga ik wel naar hem toe. Oh ja? Wat is er dan met hem? Ja, wat is er dan met hem? Maagzweren, nerveuze klachten, ademhalingsmoeilijkheden. Denkt dat hij stikt. Ja, misschien kunnen ze dat op de vaste wal maar eens goed uitzoeken. Ik zal hem een spuitje geven. En daarna kunnen we beter meteen doorvaren naar de wal. Ga je ook mee? Nee. Ik moet hier nog een paar dingen regelen, denk ik. Tonto. Ja. Zo praat hij nou de hele tijd. Zeg maar, dokter, zou u iets voor mij willen doen? Ja, ik ben er nou toch, hè? Nou, zou u nou niet even naar mijn collega willen kijken? Hm? Volgens mij is hij hartstikke ziek, maar ik mag me er niet mee bemoeien, hè? Ik ben geen dokter, zegt hij. Een heel verstandige man, die collega van u. Waar is hij? Ja, waar is hij? Dat is een goede vraag. Kijk, daar hebben we hem. Comité van ontvangst. Zo, meneer. Mag ik uw pols even vasthouden? Wat krijgen we nou? Eventjes maar. Nou, hoort u wel? Zo ziek is een hond. U was toch geen dokter? Oh, pardon. Zeer juist, dokter. Het? Ja, ik ben alleen zeeziek. Mag ik? Hè? Mag ik een beetje zeeziek zijn? Jij moet naar bed. Ja. U bent niet alleen zeeziek, maar u bent ook echt ziek. U moet inderdaad naar bed. Ja. Alsjeblieft. Oh, ik kom helemaal maar gelijk naar kerkhof. Nee, we brengen u naar mevrouw Buisman. Die kan er best nog een patiënt bij hebben. Ze is verpleegster geweest en vindt het reuze plezierig mensen te verplegen. Ik protesteer, echt hoor. Hak! Ik pik het niet, nee. Ik ben bezig met een onderzoek. En ik heb mijn onderzoek net afgesloten en constateer dat u ziek bent. Basta. Ja, rustig dan maar en als je lief bent, dan stuur ik de boeren langs. Oh ja, nou, gebarst van mij allemaal in stukken. Nou, de Gier. Mijn complimenten, hoor. Dank u, commissaris. Ja, maar eigenlijk kregen we pas zekerheid door dat telegram. Oh, ja, dat ben ik maar onmiddellijk achterna gevlogen. Ik zie er wel een weinig achterlijk uit, hè, in zo'n wit pak. Nou, nee, commissaris, het staat u prima. Dat maakt u 20 jaar jonger. Zo is het wel weer mooi, hoor. Toch raar, hè? Dat we hier zitten. Ik had toch veel eerder gedacht dat die dikke met dat rode vest te lelijk het is. Of die rare Belg. U weet dat die kolonel gewond is geraakt bij een vechtpartij, hè? Hij heeft iemand gestoken.
Oh, oh, dat kan de beste gebeuren. Maar waarom Drachtsma? Nou, neem dat verhaal wat ik net vertelde. Hoe die man zich alleen al op dit aardige eiland manifesteert. Hè? Macht, patserige macht. Ja, maar daarom is hij toch nog geen hoofdverdachte. Nee, nee, maar Maria van Buren leek ook macht te willen uitoefenen. Al die heksenplanten in haar huis, haar schoonheid. Het feit dat ze 3 betalende minnaars had, terwijl ze eraan 1 genoeg zou hebben. Het wijst allemaal op dezelfde drift. Oh. Indruk maken op anderen, anderen manipuleren. Ja, Drachtsma wou haar gebruiken en zij wou Drachtsma gebruiken. 2 tegengestelde krachten. Dus een conflict. Zeker, commissaris. Juist. U hebt die rare tovenaar ontmoet, Wancho of zoiets? En die wilde niets over Maria vertellen? Nee, dat heb ik jou gezegd. Niks. Dus hij, of beter u, vond hem niet verdacht, commissaris? Verdacht, verdacht. Wat is nou verdacht? Je praat met een man van een compleet andere wereld. Een man die geen woord tegen je zegt. Die alleen wel laat merken dat je onmiddellijk weg moet scheren. Een goeie, een kwaaie man. Ik denk dat er niks tussenin is. Ja, ik weet niet of dat kan. Maar denkt u dat Maria slechte dingen van die man geleerd zou kunnen hebben? Nee. Oh, nou dan. Het klopt niet, hè? Het klopt niet. Mijn theorie is dat Drachtsma Maria vermoorde. Of liet vermoorden door Scheffer. Ja, hoe die dat voor elkaar heeft gekregen, weet ik niet. Jammer. Hoezo, de gier? Jammer. Nou, ik bedoel dat je zulke vermoedens niet in een verbaal kan zetten, meneer de commissaris. Maar je had een theorie. Waarom zou Drachtsma een mooie maîtresse vermoorden als die maîtresse hem niet op de een of andere manier dwars zat? En hoe zou ze hem dwars kunnen zitten? Heksenkunsten. Commissaris, heksen zijn slecht. Die doen mensen kwaad. En hoe ze dat moeten doen, leren ze van andere heksen. John Wancho was niet slecht. Oh, nou, dan klopt het niet, hè? Nee. Dan zou Maria ook goed moeten zijn en ik geloof nooit dat ze dat was. Ik geloof dat het een kreng van een mens was. Die mannen uitzoog en hocus pocus met ze deed. Vergiftigen misschien wel. Nou, jij gelooft nogal wat, hè? Ja, bewijzen kan ik het nog niet. Komt nog wel, de gier. Laten we erop houden dat Rami haar doodgemaakt heeft. Hij kan met messen gooien. Buisman kan het bevestigen. Rami is haar halfbroer. Ja. Hij is godsdienstwaanzinnig. Hij moet zich geërgerd hebben. Misschien heeft hij er een paar maal gewaarschuwd, maar ze wilde niet luisteren. Nee, maar hij heeft nog niet bekend. Dat komt nog wel. In de kliniek zal hij na verloop van tijd wel gaan praten. En dan komt het hele verhaal eruit. Ik stoor toch niet? Nee. Er is telefoon voor de commissaris. Oh. Ah, dat bent u zeker? Ja, dat ben ik, ja. De gier, een ogenblikje. Ja? Weet u dat, commissaris? Inderdaad, meneer Drachtsma. Tussen 2 haakjes. Hoe weet u eigenlijk dat ik op Schiermonnikoog ben? En juist in dit hotel? Ach ja, het eiland is maar klein, hè? Ja. Iedereen kent iedereen zeker, hè? Het lijkt wel Curaçao. Huh? U bedoelt, commissaris? Oh, laat maar zitten, laat maar zitten. Ik dacht zo dat u vanavond misschien wel zin had om onze gast te zijn. Het toeval wil dat onze heer burgemeester ook komt. En gezien de culinaire vaardigheid van het hotel waar u zich bevindt, dacht ik zo. Dat is reuze vriendelijk van u, meneer Drachtsma. Maar zou ik mijn brigadier ook mee mogen nemen? Ja, de Gier is de naam. De Gier? Ja. Oh, ik heb ook vernomen dat uw adjudant Grijpstra ziek is geworden. Wel, u bent goed op de hoogte. Ja, ja. Maar hij is in uitstekende handen van mevrouw Buisman. Mevrouw Buisman? Ja, de vrouw van onze adjudant. Oh. Maar goed, u bent met uw collega welkom. Fijn, dank u. Nou, tot vanavond dan, meneer Drachtsma. Thank you.
Zo. Zo, commissaris. Auw. Mijn benen. Is het die mis, commissaris? Ja, dat was op Curaçao. Heel anders. Ja, klimaatsverschillen, hè? Temperatuurwisselingen, denk ik. Ja, dat moet wel, ja. Zeg, in Amsterdam zijn ze gek geworden, zegt Sietsema. Oh ja? Heb je die gesproken? Ja, er zijn nogal wat vragen over het gebruik van die straaljagers. Hebben ze ook een suggestie hoe het anders had gemoeten? Nee, nog niet, nee. Maar de commentaren van morgen zullen wel uitsluitsel geven. Zeg, en ik heb ook gezegd dat ze die Hofman, die man met het rode vest, maar moesten laten lopen. Ach, die hebben we ook nog, ja. Ja. Nou, voor mij was hij toch een serieuze kandidaat. Oh ja, 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 voor mij ook. Maar je ziet, de gier, de politie heeft niet altijd gelijk. Zeg, dat huis van Drachtsma waar we vanavond gaan eten, ja, jij bent ook uitgenodigd. Ah. Dat is hier toch in de buurt, hè? Natuurlijk, commissaris, vlakbij. Goed zo. Nou, voordat we naar onze vriend Drachtsma toe gaan, wil ik me toch wel even opknappen, ja? Dat begrijp ik, commissaris. En dan ga ik eens even op bezoek bij het ziekenhuis Duisman. Uw collega is goed ziek. Heeft er te lang mee rondgelopen, zal ik maar zeggen. Veel te lang. Als dat mijn man geweest was, nou, dan had ik het wel geweten. Maar mevrouw Buisman, hij komt er toch wel weer bovenop? Wat rare vragen stelt u nou. Natuurlijk komt hij er weer bovenop. Oh, ik zag al. Slaap en rust kan hem redden. U ziet er trouwens ook niet zo goed uit. Wie, ik? Ik ben zo lekker als kip. Nee, ik ben goed, uitstekend. Nee. Maar hoe is het met uw man? Oh, de dokter heeft de hagel uit zijn borst weggehaald. Het zat gelukkig niet diep, maar hij is bont en blauw. Nou, nog een geluk dat die gek zijn gezicht niet heeft geraakt. Dat zou Rami nooit hebben gedaan. Rami wil de Buisman alleen maar tegenhouden, de arme kerel. Arme kerel? Nou, u praat nogal aardig over die sluipmoordenaar. Wij gaan bewijzen dat die arme kerel de moord op zijn halfzuster heeft gepleegd met zo'n lang mes. U doet maar ik weet het niet. U mag hem wel, hè? Die Scheffer. Ja. Dat zou je wel kunnen zeggen. Ik ken hem al zo lang. Hij kwam hier vaak thee drinken. Ach, die man moest een zware last dragen. Echt een zware last. Daar hebben wij geen voorstelling van. Nee, nee. Weet u, meneer de Gier, hij is bang van mensen. Kunt u zich dat voorstellen? Hij houdt eigenlijk alleen van de zee en van de vogels. Maar over zijn familie, over zijn vader, ik bedoel zijn echte vader, wilde hij nooit spreken, geen woord. Kende Scheffer Drachtsma? Iedereen op het eiland kent iedereen. Ja, dat zegt iedereen al. Weet u, mevrouw Buisman, ik kom hier niet om geroddel aan te horen. Ik ben, om het gewichtig te zeggen, in functie. Laat me niet lachen. U in functie. Als u mijn man was, dan zou ik u nooit zo gekleed in functie de straat opsturen. U lijkt wel een vogelkenner. Vogelkenner. Ja, nou u het zegt. Vogelkenner. Maar een rechercheur? Jawel, rechercheur De Gier. Rinus De Gier uit Amsterdam, mevrouw Buisman. Op zoek naar de moordenaar van Maria van Buren. U hebt geluisterd naar het 13e deel van Buitelkruid, naar het gelijknamige boek van Jan-Willem van de Wetering, in de bewerking van Anna Bosman. Rolverdeling: De Gier, Jules Royaerts, Grijpstra, Jan Borkes, commissaris, Sakko van der Made, Buisman, Johan Sierach, Scheffer, Con Meijer, Jongsma, Rudolf Damstee, Pieters, Ad Hoeymans, Drachtsma, Robert Sobels, mevrouw Buisman, Riet Wieland Los, Meisje, Marieke van der Pol. Technische realisatie, Henk Brouwer en Bram Hengeveld. Regie, Bert Dijkstra.
Buitelkruid. Naar het gelijknamige boek van Jan Willem van de Wetering. Bewerking Anna Bosman. Regie Bert Dijkstra. 14e en tevens laatste deel. Maar je hebt de moordenaar toch al? Dat is toch Scheffer? Dat is niet uitgesloten, mevrouw Buisman. Ik zat laatst te denken. Ja goed, wat bemoeite mensen mee. Maar ik dacht, zou die meneer Drachtsma, die vrouw daar in Amsterdam, dat slachtoffer, gekend hebben? Ja, hij kende haar. Ze was zijn vriendin. Ah, mevrouw Drachtsma. Wat? Wist mevrouw Drachtsma niet dat meneer... Mevrouw Drachtsma komt hier wel eens thee drinken, want we zitten in dezelfde vereniging. Aha. En dan vertelt ze wel eens wat. Die man heeft zoveel energie dat hij aan één vrouw niet genoeg heeft. Oh. Die man deed me altijd denken aan Buitelkruid. Buitelkruid? Ja, u komt uit de stad. Maar ik zal proberen het u uit te leggen. Kijk, als de planten hier doodgaan, sommige planten, dan breken ze af. Eerst worden ze helemaal droog, grijp je? Knapperig. En dan grijpt de wind ze. Nou, dan breken hun stelen en hun wortels en dan beginnen ze rond te buitelen. Mm-hmm. Een heel raar gezicht. Ze doen zo druk, ze doen zo energiek en toch zijn ze dood. Ze vliegen tegen hekken en struiken op en de tuin zit er soms vol mee. Uiteindelijk komen ze natuurlijk in zee terecht en verdrinken. Nou ja, voor zover een dood iets kan verdrinken. Zieloze, levendige wezentjes. Gelooft u dat meneer Drachtsma geen ziel heeft? Het stel je toch een rare vraag. Van zielen weet ik niks, ik ben niet gelovig. Ziel is voor mij een woord. Een woord, net als andere woorden. De ziel betekent eigenlijk niks. Nee, ik bedoel alleen maar te zeggen dat meneer Drachtsma een harde man is. Die altijd zijn zin krijgt, overal dwars doorheen trapt. Zonder dat hij er ooit gelukkig of zelfs warm van wordt. Kan je toch zien? Kan je toch duidelijk zien? Hmm. Koopt steeds grotere boten. Een auto heeft hij nooit langer dan een half jaar. Heeft paarden. Nee, als je het mij vraagt, is het een verziekte man. Een man die misschien niet eens leeft. Als je dat nou eens vergelijkt met mijn man. Een liefdevolle man. Deborah! Oh, dat is mijn collega Grijpstra. Zal ik even gaan kijken? Oh, daar komt niks van in. Ik zal wel even gaan kijken wat die Amsterdamse adjudant moet. Nou, daar zitten we dan, Poes. Ja, 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 ik heb ook een poes thuis. Ja, hele stoute poes. Zeg, hey, rustig, hè. Ja, wat ben je mooi, poes. Kom dan, poesje. Zeg, hey, zeg, krap je zuster. Wat denk jij wel? Poes. Eil, jij poes. Ook al? Wat heb je, hoezo, eilen? Nou, je collega roept me steeds om Deborah. Wie is dat? Deborah? Dat is een vrouw. Ah. God, hij mist zijn vrouw. Ja. Ach, die man toch. Ik dacht dat hij die andere Deborah bedoelde. Nee. Voor Grijpstra is er maar één Deborah. Maar wat ik vragen wilde, weet u of er een speciale relatie bestond tussen Scheffer en Drachtsma? Ik dacht van wel. Drachtsma toont altijd heel veel belangstelling voor het reservaat. Hij geeft er veel geld aan. Nou, dat vindt Scheffer natuurlijk prachtig. Ja. Drachtsma ging wel eens bij Scheffer op bezoek. En nou ik het er toch over heb. Ik heb eens achter die twee aangelopen toen ze in een diep gesprek gewikkeld waren. Ja, heel toevallig. En toen hoorde ik Drachtsma tegen Scheffer zeggen... Als Satan ergens bezit van neemt, Rami, dan moet het wat of wie het ook is vernietigd worden. Satan als geest is niet zo gevaarlijk. Maar zodra je een lichaam tot zijn beschikking heeft, is niets meer tegen een bestand. Dat hebt u letterlijk zo gehoord? Wat dacht je dan dat ik het hier ter plekke zit te verzinnen? Ik ben al dik 24 jaar met een politieman getrouwd. Maar ik geloof niet dat je zo'n getuigenverklaring kunt gebruiken. Getuigenverklaring? Ja, ik weet best waar jij naartoe wilt, brigadier. Maar jouw zaak is niet rond. En zolang jij de zaak niet rond hebt, kom jij geen stap verder. Integendeel,
als jij meneer Drachtsma alleen maar op vermoedens wil pakken... Oh, dat wil ik ook helemaal niet. Wat wil jij dan doen? Wilt u nog iets drinken, meneer de Gier? Nee, dank u, mevrouw. Ik moet nog lopen. IJsbrand, neem je medicijnen nou in. Dus, u bevalt het eiland wel, commissaris. Mm-hmm. Ja, voor sommige mensen is het hier reuze gezond. Ja, ach, ik ben wel meer op uw mooie eiland geweest, maar toen was het herfst. Een mooie tijd, een bijzonder mooie tijd voor ons, ja... Natuurlijk moet je als burgemeester het eiland altijd mooi vinden. Maar strikt persoonlijk zal ik maar zeggen... dan vind ik het jaargetij dat net tegen de winter aanleunt... nou, dat jaargetij bevalt mij het best. De toeristen zijn er allemaal verdwenen... en heel schier monnikoog is weer van ons. Om een voorbeeldje te geven... als je iets vindt op het strand... hè, dan nou, kan je het eentje bekijken... zonder dat er een menigte om je heen staat te dringen. Akkoord, burgemeester, helemaal akkoord. Dat heb ik toen ook gedaan. Op het strand gewandeld. Mm-hmm. Ja, er hing een vreemde sfeer. Ik vergeet het nooit meer. De natuur sliep en de bomen waren kaal en dood. En een paar zeemeeuwen krijsten hoog in de lucht. En ik had een stelletje kraaien achter me aan. Nog koffie, commissaris? Laat meneer toch uitpraten. Komt het toch niet steeds tussendoor met je rotkoffie? IJsbrand. IJsbrand. Ga door, commissaris. Iedere keer als ik stilstond, dan gingen ze om me heen zitten en krasten tegen elkaar. Alsof ze mijn doen en laten aan het bespreken waren. Ja, dat ken ik. Dat ken ik. Eigenwijze donderstenen zijn het. Toen zag ik het buitelkruid. Ik stond op een breed stuk strand, wellicht een kilometer breed. En ik was naar de scheiding tussen zee en strand gelopen. En ik keek vanaf mijn plaats naar de duinen toen ik het buitelkruid naar beneden zag komen. Rollend, geduwd door de wind. Het was groot, ik schat een meter of drie in doorsnee. En... ja, het was ook niet één dode plant. Maar ja, dat wist ik op dat moment niet. Maar goed, ik wist dat buitelkruid bestaat en hun bewegingen opzettelijk zijn. Dat bedacht ik, ja. Ze hebben hun bewegingen van tevoren bedacht. Ze hebben speciale wortels die pas laat in hun leven gaan groeien en... die wortels gaan nooit de grond in. Ze raken de grond aan en zetten zich op de grond af terwijl ze door blijven groeien. De wortels fungeren als armen, gespierde armen, waarmee de plant zich omhoog drukt als de tijd gekomen is. Hij drukt en drukt tot zijn stengel afbreekt en dan is de plant vrij en rolt weg zodra de wind hem te pakken krijgt. Al rollend neemt hij soortgenoten mee en vormt een kluwe. Ja, dat gebeurt niet altijd. Meestal is buitelkruid maar één enkele plant. Doch het kan ook een reusachtige, ordeloze bal vormen, zoals ik zag. De wind was krachtig en de bal kwam recht op me af. Ik rende weg. Ja, op de manier... zoals ik ren natuurlijk. Ik maakte slagen zoals een haas, maar het ding bleef me volgen, dansend als een speelbal. Uiteindelijk kreeg het kruid me te pakken en drukte me zo de zee in. Een monster. Maar u leeft nog, commissaris. Dus het monster heeft u toch vrijgelaten. Nog geluk gehad. Maar dat was niet de bedoeling van het kruid. Nee, dat was niet de bedoeling. Vreemd eigenlijk. Dat je dat nooit vergeet. Wat me nog altijd fascineert is... dat ik door een lijk ben aangevallen.
Door een ding dat zelf geen wil meer kon hebben. De plant had natuurlijk alles van tevoren bedacht. Voor het stierf. En had zijn eigen lijk in de combinatie met lijken van soortgenoten gebruikt om als wapen te dienen. Ja, ja, dat moet het geweest zijn. Reuze, reuze, commissaris. Maar ik geloof wel dat u wellicht iets overdrijft. De plant is nooit iets van plan geweest. Het is meer een natuurlijke manier van ageren. Ja, meer niet. Dat moeten alle wezens. Als de wind het kruid over de duinen jaagt, zal ik maar zeggen, dan verliest de plant zijn zaad. Goed, het is merkwaardig, zeer merkwaardig, dat hij dat pas na zijn dood doet. En ik zeg met u dat het een fantastisch gezicht is om het kruid over ons landschap te zien bewegen. Ja, echt, voor de liefhebber is het fantastisch. En voor menigeen misschien zelfs angstaanjagend, hoor. Zeker op de manier waarop u het beschrijft, met kraaien en zo en storm. Maar toch, ik zou er geen kwaaie bedoeling in hebben. Een goed verhaal, commissaris. De commissaris vertelt. Ja, ja, de commissaris vertelt. Het ene wezen doodt het andere door middel van een derde wezen. Niet waar, meneer Trachtsma? Het wordt zwaar weer. Het spuitelkruid gebruikt zijn eigen lijk om een levend wezen te doden. Ja, ja. Daar zit wat in. Of andere wezens. Een levend wezen kan een ander levend wezen gebruiken of misbruiken om weer een ander levend wezen te doden. Het is meer een voorbeeld van gedachtekracht, weet u. Ze doen zelf eigenlijk niets, maar zitten bij wijze van spreken achter een bureau en stellen zich iets voor. En dan gaan anderen het voorgestelde vergelijken en de gedachtekracht van de een blijft de andere inspireren en hen dringen een doel te bereiken. De kracht wordt opgebouwd door één brein en zoekt een gelegenheid, een voertuig. Wat heb ik hier gezegd, burgemeester? Onze politie is intelligent. Daar moeten we dan nog maar even een glaasje op nemen, heren. IJsbrand, de medicijnen. De kracht wordt opgebouwd door één brein en zoekt een gelegenheid, een voertuig. En Maria van Buren sterft. Maria. IJsbrand. Maria. Burgemeester, een dokter. Een dokter? Maria. Commissaris, doe wat. Doe wat, hij gaat dood. Hij is brand. De Geer, help. Leg hem op de grond. Ik zal hem... Allemaal opdonderen. Hij is brand. Nee, smerige commissaris. Jij niet. Jij blijft hier. Opdonderen, ja. Die man is dood. Opdonderen. Ja... Commissaris, nou lig ik aan je voeten. Trachtsma ligt aan je voeten. Dat wil je toch zo graag, hè? Commissaris uit Amsterdam. Nou heb je je zin. Rustig dan, maar rustig. Het komt wel goed, Trachtsma. Het is ons duidelijk. Duidelijk, het is ons duidelijk. Wat betekent voor jou nou helemaal buitelkruid? Doe geen moeite, Trachtsma. Ik denk dat ik je wel begrijp. De dokter komt zo. Nee, ga niet weg. De dokter kan op sodemieteren. Je had gelijk. Scheffer kan niet praten. Hij is gek. Dat is mijn schuld. Ik heb hem gebruikt. In plaats van hem te helpen.
Maria. Waar is mijn speelgoed? Ik wilde niet dat ze een eigen leven had. Die andere man, dat mocht wel. Als ze maar zei dat ze van mij hield. Ze was een goede heks. Ja, Drachtsman. Een goede, slechte heks. Veel reizen. Curaçao. Daar leerde ze. Ze kon me oproepen als ze wou. Als ik voelde dat ze riep, dan kwam ik. Ik was niks. Zij vertelde wat ik... Toen moest ze... Kapot. Ja, weg. Door Scheffer. Door eigen broer. Een vondst. Niet waar? Ja, ik heb altijd heel makkelijk mensen kunnen beïnvloeden. Scheffer. Stomme Scheffer. Dat was makkelijk. Heel makkelijk. Kalm. Kalm. De patiënt? De patiënt? Drachtsma is dood. Er gebeurt toch van alles, hè? Een zootje aanrijdingen... 39 gestolen fietsen, 2 auto's in de gracht, knokploegen bij de kraakpanden. Oh, alsjeblieft op, mijn kopman blijft nou eindelijk eens van mijn drumstel af. Hooggeëerd publiek, 2 bewapende overvallen, een aanranding en 1 poesje in de boom. Ja, ja, dat poesje, dat gaan we pakken, ja. Hallo, met Grijpstra. Jazeker, commissaris, ja, we komen eraan. De gier, de volgende zaak. U hebt geluisterd naar het 14e en laatste deel van Buitelkruid, naar het gelijknamige boek van Jan Willem van de Wetering, in de bewerking van Anna Bosman. Rolverdeling: De Gier, Jules Royaerts. Grijpstra, Jan Borkes. Commissaris, Sakko van der Made. Drachtsma, Robert Sobels. Pieters, Ad Hoeymans. Burgemeester, Jaap Maarleveld. Mevrouw Drachtsma, Truus Dekker. Mevrouw Buisman, Riet Wieland Los. Muzikale medewerking, Gerard van Bezij, slagwerk. En Henny Kluvers, fluit. Adviezen, Mike Ho-Samsoy. Technische realisatie, Henk Brouwer en Bram Hengeveld. Regie, Bert Dijkstra.